We staan op de Fruit Heerlijkheid. Wij hebben deze dag georganiseerd met Rivas, Waardenburg en Meedrechtsteden. En BWI Papendrecht, daar ben ik van. En wij willen de mantelzorgers eigenlijk in het zonnetje zetten voor het harde werk dat zij verrichten. Mantelzorg is zorg die je levert aan mensen die je dierbaar zijn. Naasten, zoals je dat ook wel noemt. En het is eigenlijk alles wat buiten gebruikelijke zorg valt. Dat kan zijn iemand helpen met boodschappen doen. Kan zijn iemand zijn agenda op orde houden. Kan ook zijn dat je iemand moet wassen, aankleden. Alles wat je kunt bedenken dat door een ander gedaan wordt voor iemand waar je om geeft, dat kan mantelzorg zijn. Een mantelzorger valt eigenlijk in de situatie, heeft vaak geen andere keuze om die zorg te verlenen. En dat is ook het verschil met vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger die kan zelf de tijd afbakenen en de dagen kiezen waarop hij of zij zorg verleent. En een mantelzorger kan dat niet. Omdat iedereen in het college het ook vreselijk belangrijk vindt, het werk wat u doet. Want we praten er heel veel over en we zeggen hoe belangrijk u bent, maar we willen dat ook laten zien. Wat wij heel belangrijk vinden is om te kijken van hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen. Het college steekt heel erg in op respijtzorg, wat we dus zeggen. Van nou, kijk, we kunnen iedereen een heel klein bedragje geven en dan heb je laten zien van nou, hoe belangrijk bent u. Maar we kunnen het ook gewoon groter inzetten en dat is echt die ontzorging. Daar hebben we ook een mantelzorgmakelaar voor in dienst genomen. En die is er absoluut voor om u te helpen.